Breda Nu. Je weet het meteen. Goedemiddag, Mart. Goedemiddag. We staan hier bij een schilderij waarbij me iets opviel. Een draad die gespannen was. Het eerste wat ik zag was dat draadje. Leg je me dat eens even uit? Nou, dat draadje, dat wordt de horizon. En weet je, als je recht moet schilderen, ja, dan moet je ergens een houvast hebben. Ik kan het met een liniaal doen, maar dan zit je met zo'n kleverige liniaal. Dus zo'n draadje is heel makkelijk. Daar kan je lang schilderen. Ik heb het nog nooit gezien, moet ik zeggen. Nee. Je kan juist ook als je perspectief doet of schuine stukken, dan kan je even een draad spannen en dan kan je daar lang schilderen. Je kan zelfs de draad nat maken in de verf en hem dan erop leggen en dan eraf. Dan heb je je lijn in verf. Uh-huh. Want als je liniaal hebt, dan, ja, dan die verf kruipt eronder en dat wil ik niet gewoon. Nou, denk ik, heb ik een heel sterk vermoeden dat heel veel schilders dat eigenlijk stiekem doen, maar dan die draad gauw weg doen als ze worden gefilmd of zo. Ik denk het wel, ja, ik denk het wel. Maar iedereen gebruikt hulpmiddelen, net als ruitjespapier of foto. Of je hebt een beamer tegenwoordig, je kan alles doen. Dit heb ik ook eerst met ruitje opgezet, want ik moet wel ongeveer weten wat ik ga doen. Dat ik de verhouding, de compositie maak je daarmee. Er zijn misschien mensen die denken, ja, dat kan ik dan ook met ruitjes en zo. Ik bedoel, dan ben je geen kunstenaar. Dat denken misschien sommige mensen. Maar ik hoor meer van kunstenaars dat ze dat doen om die verhoudingen te krijgen van klein naar groot en zo. Ja, weet je, dat zijn allemaal geheimen. Of geheimen van bepaalde kleurkeuze. Je leert al schilderend, kom je elke keer op nieuwe dingen gebeuren. Er gebeurt altijd wat. Ik vind het juist leuk dat er ook dingen spontaan gebeuren. Dit heb ik laten druipen. En dat heb ik op zijn kant geschilderd. Want ik heb een hekel al aan het witte doek. Dus ik vind het leuk als het... laat het maar kringelen. Weet je, daar komt iets. Dus je hebt dit eigenlijk andersom geschilderd in eerste instantie? Ja, ik zeg altijd, als je schildert moet je gewoon als een kind spelen. En je moet gewoon doen. Laat maar komen. Er zijn zoveel wat wel mag en wat niet mag. Wat mag er nou wel? Dan gooi je er zand op. En als je er zand in gooit en het stroomt mee, dan krijg je ook structuren. En af en toe gebruik ik dat ook wel... Maar je moet het wel technisch kunnen natuurlijk. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld dit weggepoetst hier. Omdat ik die brug hier, dat wordt de Erasmusbrug. Geloof ik dat de Erasmusbrug is. Dan poets ik dat weg, want ik wil daar weer andere kleuren op. En dan wil ik niet die stroom hebben. Maar gaat het je om de kleuren? Gaat het je om de compositie? De kleuren ook. Ik hou heel veel van kleur. En ik ga gewoon een impressie maken. Ik kan al die huisjes die hier opkomen van die foto die je hebt gezien. Ja, dat kan ik nooit allemaal schilderen, dan word ik helemaal gek. Dan moet ik met zo'n klein kwastje. Nou, dan word ik al helemaal nerveus als ik eraan denk. Is niks voor mij. Hoe doe je het dan? Gewoon grof. Ik ga dit gewoon grote vlakken maken en dan erin krassen. En je kan ook verf erop smeren en eraf halen. Dus je gaat al doende, ga je en dan aan kijken. Af en toe ga ik daar zitten en dan ga ik gewoon eens kijken, wat heb ik gedaan vandaag? En dan moet het ook even drogen, want dan komt er weer een nieuwe laag op. En dat water wordt misschien als het klaar is wel heel anders. Wij zien hier nu iets wat een compleet andere compositie kan worden. Nou, dat zal, ja, toch wel? Ja, ik maak ook wel eens foto's tussendoor. Dan kan ik kijken wat ik gedaan heb. En soms denk ik, oh zonde, ik had dat terug moeten laten komen. Want weet je, je weet nooit hoe het gaat worden. Je kan dat nooit in je hoofd plannen. Dat heeft te maken met de chaos in je hoofd, met de chaos van de wereld, of waar heeft het mee te maken? Nou, ik denk met mijn eigen chaos gewoon. Ik vind het schilderen is wel een ontzettende uitlaatklep, vind ik voor een hoop mensen. Uitlaatklep, in welke zin? Van emoties, een uitklaap. Als je je rot voelt, maak je de mooiste schilderijen, vind ik. Ja, maar wacht even, ik snap al wat je zegt, maar dan denk ik... emoties en je gaat ook daarnaast ga je dus die compositie maken. Emotie en compositie, dat gaat dan toch niet zo makkelijk samen? Nee, je zit wel vast aan bepaalde... Je hebt wel wat regels, schoonheidsregels. Mm-hmm. Ik vind, je bent met esthetiek bezig. Ja. Je wil iets hebben wat iemand leuk vindt om naar te kijken. En ik schilder voor mezelf om mijn ei kwijt te kunnen. Maar ik hoop wel dat ik iets schilder wat een ander leuk vindt om naar te kijken. Wat is dat ei dan? Dat ei? Ja. Nou, ik heb het gevoel, als ik niet schilder, dan ben ik gewoon een beetje... Ja, dat heel heftig hoor, is dat. Maud, de poppetjes van jou, een hoop chaos
op een doek? Ja, dat zijn mensen. Het zijn mensen, ja, die kijken allemaal. Zijn het mensen? Mensjes, ja. Het zijn een soort mensjes, ja. Ik dacht aan aliens, maar dat is dus helemaal niet zo. Er zijn wel meer mensen die denken van, ja, nou, deze komen uit de dood herrezen. Nee, dit zijn gewoon alle emoties die je hebt onderling met mensen. Hè, dat hangen en eigenlijk vervelen ze zich dood hier. Heb ik het idee. Is dat een innerlijk van jou nu? Misschien wel af en toe. Iedereen verveelt zich wel. Nee, ik verveel me niet zo gauw, hoor. Ja. Maar ik zie wel aan mensen hoe ze met elkaar omgaan, weet je wel. En hoe slecht ze soms met elkaar omgaan. En soms, ik heb ook wel van die typetjes dat ze dus aan het carnavallen zijn. En maar ik heb ook typetjes dat ze het zijn momenten gewoon. Maar zijn het dan altijd mensen, want als je goed kijkt, zie je ook dat ze op zichzelf zijn. Hè? Ze hebben geen contact met elkaar, toch? Nee, nou, soms hebben ze wel contact met elkaar, deze toevallig niet. Dus maar dat is geen levensbeeld voor jou dat mensen dat niet hebben? Nou, minder, denk ik. Is het zo dat het bij jou ook, want straks zei je ook iets over poëzie, dat het vaak ook intuïtief komt? Ik herken dat zelf wel. Is dat bij jou ook zo? Ja, dit is intuïtief, ja. Maar dan kan ik zit ik in zo'n fase, dan zou ik hier nog 5 van die schilderijen kunnen maken. Dit is dan de derde die ik nou heb in deze serie. Maar dat was eigenlijk, word ik wel geïnspireerd door dat schilderij van carnaval wat ik al heb. Ja. En die lekkere, daar zitten ze allemaal aan de bessen en aan het bier, weet je wel. Nou, deze zijn wat serieuzer. Die hangen over een balkon te kijken naar een optocht, weet ik wat het is. Maak er maar wat van, dat weet ik niet. Dan blijf je een tijd in die sfeer zitten, is het dat? Ja, 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 ja. Ja, dan hier denk ik ook niet bij na. Dit ontstaat gewoon. Ben je er niet benieuwd wat andere mensen erover denken of niet? Of interesseert je dat niet? Ja, jawel, want ik had hier gisteren een vriendin en die zegt... Jezus, het is niet vrolijk, zegt ze dan. Ze zegt, nou, dat hoeft ook helemaal niet. Ik hou wel van een beetje drama. Je hoeft niet altijd vrolijkheid te schilderen. Ja, die carnavalstypes zijn wel vrolijk dan. Die zijn gewoon dronken. Hè, dan heb je een dronken meute. Ja, maar dat is ook niet altijd vrolijk. Ook niet, dat vind ik ook helemaal niet vrolijk. Het zijn toch een beetje de slechte kanten van een mens, ja. Dan las ik op je website dat jij jouw donkere kanten en jouw lichtere kanten hebt, hè? Ja, tuurlijk. Schilder jij jouw donkere kanten ook en dan liefst onzichtbaar? Ja, ja hoor, dat durf ik wel. Vroeger had ik daar angst voor, om dat te laten zien, wat je donkere kanten zijn. Net als hier met je dat griezelige en over de dood en zo. Ik denk dat vorige schilderij, dat staat binnen. Ja, dan zou je moeten kijken. Ik schilder dat en dan schrik ik van mezelf. Dat ik denk van hier ligt iemand dood te gaan midden op het doek. Die poppetjes. Ik heb ook heel veel tekeningen gemaakt die over de dood gaan. En over seksualiteit. Gewoon zijn ze aan het viespeuken. En aan het, wat een mens allemaal doet gewoon. Maar een heleboel mensen durven niet naar zichzelf te kijken. Als ze een tik hebben of een donkere kant. Ik hou wel van dat drama soms. Ik leef pas als ik schilder. Je leeft pas als je schildert. Zo heerlijk om te doen. Doreen, ja. Ik zie iets wat ik nog nooit heb gezien. Dat zeg ik niet altijd. Maar jij schildert 3 schilderijen tegelijk en je nam er zelfs daar nog 1 extra. Ja. Hoe kun je dat? Ja, het is ook goed om te schakelen, omdat je dan weer met een frisse blik zeg maar naar het andere doekje kijkt. Je loopt vast en dan kun je eindeloos wel blijven prutsen. Maar het is ook goed om dan weer even wat anders te pakken. Waarom noem jij het pruts eigenlijk? Want ik zou het niet durven zeggen. Nou ja, het is natuurlijk, totdat het af is, is het gepruts. En daarna kun je misschien dan zeggen van het is goed gelukt. Maar... Ben je dat serieus, dat pruts? Ik bedoel, je weet toch wat je doet? Nee. Ik weet namelijk nog niet wat ik ga doen. Als ik echt zou weten van ik moet zo en zo worden, dan ben ik gewoon een plaatje aan het invullen. En dat vind ik helemaal niet interessant. Dus ik ben echt aan het zoeken. Ja, maar ik noem nog geen prutsen. Prutsen, dat is voor mij meer iets van... Dat wordt toch niks. Het klinkt misschien negatief, maar dan kun je het ook vertalen als... Ik ben gewoon echt aan het zoeken. Hmm. En dan is het juist spannend om iets... het is voor mij heel spannend om dan gewoon iets helemaal radicaal anders te doen. En zeg maar... Zoals bij dit doekje, dan ga ik er helemaal overheen en dan haal ik het onder de kraan. En dan denk ik, oh, misschien komt daar wel iets heel spannends uit. Dat ik opeens iets vind wat
eigenlijk veel beter is. Dat houdt spanning voor mij er ook in. Want als ik alleen maar zou naschilderen, ik ben dus ook geen realist of zo. Want dat zou ik saai vinden. Dan, ik zie me meer als een soort, wat ik altijd zeg, die straten maken, die je dan een steentje toch anders gaat neerleggen om te kijken wat er gebeurt met het straatje. Maar ja, ik denk dat als je iets hebt, een bepaalde streek of zo, dan volgt dat toch weer iets uit wat daar dan weer mee te maken heeft. Tenminste, bij mij is dat ook zo. Ik maak wat. Ja. En dan volgt daar iets uit. Ja. En dat op dat gemaakte. Of ja. Bedoel je dat niet? Nee, dat klopt. Ik kan hier bijvoorbeeld wel even gauw zo'n streep neerzetten. En dan kijken, hé, wat gebeurt er dan? En dan het fijne van die verf is zo weg. En je kan het dan zo weer weghalen. Het moet in ieder geval iets zijn wat mij ontroert. En waar ik denk van, oh wauw, ja, dat is het echt helemaal. Maar ik weet nog niet wat het is. Ik zie het altijd zo. Je kan, als je een clown zeg maar zou willen schilderen, dan kun je natuurlijk gaan voor de rode neus. En je kan ook gaan voor het verdriet daarachter. Beide vind ik zijn de twee uiterste emoties. En ik zoek eigenlijk dat daartussen. Waar je nog misschien twee kanten mee op kan. En dat is ook heel grappig, want ik heb best wel veel cabaretiers die werk hebben van mij. En die zeggen ook, dat zit er dus. Ik zie dat er. Ik zeg, waarom koop je dat nou eigenlijk als cabaretier? Wat grappig. Ze zegt, ja, maar humor heeft ook dat. Het kan ook net over het randje gaan dat het pijnlijk wordt. En ik denk dat ik dat tussengebiedje zoek. Dat het schrijnend is, als het ware. Maar wat ik dan wel grappig vind, is je zegt die twee kanten. Ja. En dan ga je ergens in het midden zitten. Maar hoe werkt dat in jouw brein dan? Want je kunt het wel maken. Maar hoe werkt dat hier dan? Ga je dat analyseren? Ik weet wat zeg maar dat hele excentrieke kant is. Die zoek ik niet. Want die vind ik gewoon niet echt. En ik weet ook wat de andere kant is. Dat hele erge zware. En ik probeer juist. Misschien wat mensen proberen te verbergen. Of wat je zelf ook probeert te verbergen. Weet je? En dan. Als iemand een goed verstaander, die kan dat zien, zeg maar. Laatst zwaaide ik iemand uit en die was heel vrolijk en die zwaaide me uit. En toen keek ik nog een keer om en toen zag je eigenlijk haar ware. Het verdriet dat erachter zat, dat ze zat te zwaaien. Maar dat wilde ze niet laten zien. Dus het was heel uit. Dat vond ik echt geweldig, weet je. Dat stukje vind ik mooi. Doe je dat bewuster of is het gewoon dat het bij jou zo komt? Ja, dat zoek ik. Dus dat zeg maar dat ik me omgedraaid heb en iemand niet bewust is geweest dat ik heb gekeken. Dat zoek ik ook in het werk eigenlijk wel. Dan zie ik weer die ogen waar jij een beetje beroemd om bent geworden, om het zo maar eens te zeggen. De ogen. En ik vroeg me af, kijken ze naar ons? Kijken ze naar jou? Kijken ze naar de schilder? Zijn het eigenlijk de ogen van de schilder? Probeer eens iets erover te zeggen, want het is wel heel apart natuurlijk. Ja, nou, dat is heel mooi. Want ik heb ooit eens gelezen, die boekjes van Dick Bruna bijvoorbeeld. Mm-hmm. Al die figuren van Dick, die kijken je aan. Hè? Er is niemand van opzij. Het is allemaal recht op je af. Mm-hmm. Dat is dus, heb ik al gelezen, dat vond ik wel interessant. Een manier contact. Hè? Je wil contact hebben. Dus die beertjes en die nijntjes en zo. Die houden je in de greep eigenlijk. En zodra ogen jou aankijken, doen ze dat dus ook. En ik wil contact. Ik heb ook heel erg Wacht even, jij wilt contact of het schilderij? Ik wil contact, want en dat doe je vaak het best met de ogen. Als je iemand aankijkt, krijg je het beste. Ik denk als we allemaal elkaar meer in de ogen zouden aankijken. Maar we zijn allemaal bezig om dat te verbergen. Iedereen, ik net zo goed. We willen ons staande houden in deze wereld. En het moeilijkste is dan om in de ogen te kijken. Ik heb ook met dat museum met jongeren kwamen. Ik zeg, ken je dat spelletje dat je elkaar. Wie kan elkaar het langst in de ogen kijken? Dat is ontzettend moeilijk. Je bent heel gaaf. Wie dat heel goed kunnen zijn verliefde mensen. Die kunnen er heel lang doen. Die doen niks anders. Ja, die doen niks anders. Maar zodra dat over is en met onbekenden is dat een van de moeilijkste dingen om te doen. En ik denk dat dat trekt me aan. Dus zij kijken naar mij ook, deze mensen, op mijn schilderijen. En ik kijk naar hun. En daarin gebeurt van alles. Is het ook van zie mij, dus degene die op schilderij staat? Ja, dat denk ik wel. Het is echt een roep om kijk naar mij. Ik wil gezien worden. Maar dit schilderij hier bijvoorbeeld, hè, van die mevrouw, jonge man, weet ik niet. Jonge man eigenlijk.
heel vrouwelijk geschilderd. Ja. Met hele blonde haren. Is dat dan bewust? Is het iemand ook in jouw fantasie? Want je schildert niet na. Het is echt een fantasie iemand. Ja, want ik was met iets heel anders bezig. En ik heb heel lang aan deze gewerkt. En hierin heb ik geprobeerd dus niet aan te laten kijken, maar dat het zo echt naar binnen ging. Dat viel me op. Ja. Want heel veel ogen kijken wel aan, maar dit niet. Nou, ik wil daar ook een beetje van af. Want soms denk ik ook, is dat nou, ik hoef niet altijd dat contact. Het kan ook naar binnen zijn en dan kan het ook een contact zijn. Dus dat ben ik aan het onderzoeken. En dat kan net zo sterk zijn, maar het moet ook weer niet zo worden dat je... Zodra het een foefje wordt of een trucje of... Daar ben je bang voor, ja, hè? Ja, daar ben ik wars van. Breda Nu. Je weet het meteen.